De tweede oefening gaat erover bijsnijden en het wissen van de achtergrond. Dat hebben we wel een beetje gedaan in het voorbeeldfilmpje waar we het hadden over tolerantie en transparantie. Want het is de bedoeling dat we ons lyceumlogo, dat ik al even zal openen. Hier staat dat, lyceumlogo openen. Dat we dat gaan uitsnijden, je ziet het, zodat we enkel het logo overhouden en de achtergrond, de witte achtergrond, gaan we moeten verwijderen. Dat doen we via het gebruik van de toverstaf, waarbij dat we de tolerantie op 50% zullen zetten. Dus hier ga ik dat even snel voor jullie doen. Ik kies het rechthoek selecteren, symbooltje of gereedschap. Ik selecteer mijn juiste afmeting. Ik druk op bijsnijden of via eventjes zoeken afbeelding. Bijsnijden tot selectie is hetzelfde. Dus ik pak het bijsnijden-icoon. Ik doe hetzelfde, maar dan rechtsonder vertrokken. Tot linksboven. Ik kies opnieuw bijsnijden en we hebben de afbeelding al bijgesneden. Nu kies ik aan de linkerkant de toverstaf. Ik zorg dat mijn tolerantie hier ongeveer op 50% staat. Zo. Ik druk mijn wit gedeelte aan, dan heeft hij de witte achtergrond geselecteerd. Ik druk op de delete-toets en krijg het danbordpatroon dat ik je reeds uitlegde. Binnen de letter G zitten ook nog witte oppervlakken. Voilà. Of witte vlakken. En dan ga ik deze afbeelding nog bewaren. Je weet uit het voorbeeldfilmpje dat als ik het bewaar als JPG, dat hij terug de achtergrond zal vullen met een witte kleur, omdat een JPEG-bestand geen transparantie kan opslaan. Dus ik ga eens even kijken wat dat er gevraagd wordt. In de cursus bewaar het logo in het bestandsformaat PNG, want dit type kan overweg met transparante achtergrond. Dus dat doe ik even. Bestand opslaan als. Ik kies de oplossingmap. Ik noem het Lyceum-logo, maar ik let er hier zeer goed op dat ik het bewaar als een PNG-bestand. Opslaan. En we behouden de standaardinstelling. Drukken op OK. En ons logo is bewaard. Dat was onze tweede oefening.